De hooilaard waar vroeger uitsluitend de dessertdruif werd gekweekt, bloeit thans ook een belangrijke wijnproductie. Samen met de laatste zonnestralen worden de druiven voor het persen ingezameld. Alleen ervaren mensenhanden kunnen deze delicate vrucht met de nodige zorg hanteren. Van druif tot sap. Duizenden trossen worden onmeedogenloos in de ingewanden van de pers geplet. Het sap vloeit in tanks van 2000 liter. De samenstelling ervan wordt nauwkeurig onderzocht met het oog op de behandeling van de wijn gedurende en na de gisting. In de gistingszaal ondergaat de druivensap zijn eerste metamorfose. Het zag er oorspronkelijk uit als een onschuldig drankje, maar de geselectioneerde gisten die eraan toegevoegd werden, hebben in het sap een verborgen kracht bevrijd. Deze bruisende gistingsbewegingen kondigen de rijpe schuimwijn aan. Zodra men van de gisting verzekerd is, wordt het sap naar grote tanks overgebracht waar het volledig kan uitgisten. De rijpwording van de wijn gebeurt door een trage wijziging van zijn samenstellende elementen. Om schuimwijn te bekomen volgens de methode van Champagne, moet de wijn een tweede gisting doormaken in de fles. Om te beletten dat de stoppen zouden uitgestoten worden door de drukking, hecht men ze vast met een agraaf. Voor lange maanden wordt nu de wijn de kelder ingestuurd. In deze flessen zal de gisting zich dag na dag voortzetten en wordt de wijn tenslotte schuimend. Tot voldoende rijpheid gekomen brengt men de flessen op lessenaars met de kop naar onder. De wijn is nu klaar voor een gewichtige fase van zijn behandeling. Gedurende verscheidene maanden moeten de flessen regelmatig geschud worden om het bezinksel van de bodem los te maken en op de stop te doen samenschuiven. Deze behandeling is noodzakelijk om een volmaakt heldere schuimwijn te bekomen.
Ligt al het bezinksel op de stop, dan kan men ontkurken volgens de noodwendigheden van de verzendingen. Hier komt de behendigheid van de specialist tot uiting. Het bezinksel moet verwijderd worden, maar met een minimum aan wijnverlies. Aan de schuimwijn wordt vervolgens nog een hoeveelheid suiker toegevoegd, verschillend volgens de smaak van de verbruiker. Extra sec, sec, demi-sec, doux of très doux. De definitieve kurk wordt nu op de fles geplaatst die vastgehecht door een muilbandje de onstuimige wijn in toom zal houden. Voor de verzending worden de flessen tenslotte met de grootste zorg ingekleed. De zon mag nu ondergaan. Haar levenskracht werd hier in dit glazen dorp, aan de grenzen van het Sonjewoud, in glazen schrijnen opgevangen. De Serco schuimwijn is nu klaar om naar de gehele wereld verzonden te worden. Want ook ver buiten onze grenzen wordt hij, om zijn uitzonderlijke kwaliteiten, geprezen. Voor een sneltransport doet Serco beroep op onze nationale luchtvaartmaatschappij, die op haar beurt haar passagiers verwendt met deze heerlijke drank.